Jullie zetten dit er toch wel bij op, hè? Dit. Ja. Zonder puntjes? Ja, zonder puntjes. Ah, Münster is ook zonder puntjes? Ja, dat klopt. Nou, laat ik vooral zeggen dat ik hem niet gemaakt heb, maar dat hij opnieuw geschilderd is. En toen hij hier binnenkwam, richtten alle ogen zich op mij, omdat ik 40 jaar als professie docent bouwtechniek schilderen ben geweest aan het Piëstien in Almelo. Reden te meer om dat mij toe te bedelen. Ik kreeg 2 blussen verf, rood en goud, dus daar moest ik het mee doen. Ja. Dus eigenlijk een beetje, we hadden hem eerst roze willen hebben, maar dat deden we Sinterklaas niet aan. Nee. Op het moment dat hij met de boot Almelo binnenkomt varen, dan is de stoel voor hem, staat hij klaar. Dus, Almelo Events is op de Slingerbeurs geweest en heeft op de Slingerbeurs een aantal partijen aangetroffen, waaronder het Repair Café uit Almelo. En wij hebben de vraag gesteld, kunnen jullie die versleten stoel die we hadden van Sinterklaas, kunnen jullie die repareren en kunnen jullie die opknappen? En zij hebben dat aanbod aangenomen en daar zijn we heel, heel erg blij mee. Sinterklaas zit niet in zomaar een stoel, die zit in een zetel. En die zal zeker op 17 november, als Sinterklaas in Almelo aankomt, zal die een prominente plaats krijgen op de Koornmarkt. En vervolgens gaat hij naar het Sinterklaashuis, want daar hoort hij. En het Sinterklaashuis, waar is dat dit jaar? Dat is dit jaar in het voormalige pand van Fotoboom, dus dat is naast het terras van het Wetshuis. Daar zit Sinterklaas gedurende de periode van 17 november tot 5 december. Het probleem was dat er veel beschadigingen waren aan de stoel, met name aan de poten. Dus ik denk dat iemand aan de poten van de stoel van Sinterklaas heeft gezaagd. Dat hebben we allemaal mooi recht weten te maken. Plamuren, gronden, voorlakken, aflakken. En de stoffering natuurlijk, hè. Goud. Sinterklaas verdient niet minder. En voor de Zwarte Pieten, is daar ook op gerekend voor een stoel voor hun? Nou, die Zwarte Pieten die zijn allemaal in beweging. Hè. We hebben allerlei soorten pieten. De acropieten, we hebben de gympieten, we hebben de strooipieten. En we hebben dit jaar voor het eerst de glutenpieten. Want die gaan glutenvrije pepernoten uitreiken aan kinderen die dat duidelijk maken van ik moet glutenvrij zijn. Juist. En die Zwarte Pieten, wat voor kleur kunnen wij verwachten? Die worden niet geschilderd door het Repair Café, hoor. Die Zwarte Pieten zijn gewoon zwart, zoals we dat gewend zijn. Donkerbruin, zwart. En dat zijn de 140 dit jaar.